Zaterdag 4 april was het weer zover. De spectaculaire derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg. Ofwel rood tegen blauw. Dinsdagochtend, de week voor de wedstrijd, wordt in de vroegte gestart met de opbouw van de tijdelijke tribunes. Deze zijn nodig om de stadioncapaciteit te vergroten naar 8000 bezoekers. Woensdagavond zijn de vrijwilligers van de operationele kern druk met het inrichten en klaarmaken van de kantine. Dat doen zij voor de traditionele laatste training, genaamd Derby Donderdag. Natuurlijk doet het je iets van hoe hun het beleven. Vanuit het dorp beleven ze het meer dan van buitenaf. Dat is sowieso waar. Ja, dus gewoon genieten deze leven, daar naartoe leven en dan zaterdag er bovenop knallen. Ik ken alleen ja, nu vanavond is het dan wel iets speciaals natuurlijk. Dat er veel meer mensen zijn en ja, toch de supporters dan mooi vuurwerk afsteken. Ja, dat is het enige andere. Voor de rest beleven we gewoon rustig de hele week naar zaterdag toe eigenlijk. Ik denk als we met het publiek erbij, vak Midden Noord en wij gewoon met goede strijd dat we gewoon de 3 punten gaan pakken. En het maakt niet uit of het 1 of 2 of 3-0 wordt als we maar winnen. Ik verwacht een groot spektakel, een fanatiek publiek, 90 minuten lang achter de ploeg staan en gewoon één groot gekkenhuis en uiteindelijk 3-0 winnen. Vrijdagochtend, dag na Derby Donderdag, zijn vrijwilligers druk met het klaarmaken van het veld voor de wedstrijd. Sponsor Jupiler verzorgt de spullen voor het inrichten van de sporthal. Na afloop van de derby is er, ongeacht de uitslag, groot feest in de sporthal. Hier kunnen de rode supporters elkaar ontmoeten en een drankje drinken na afloop van de wedstrijd. Het is vrijdagavond.
De operationele kern is druk bezig om de sporthal verder in te richten. Dit wordt gedaan door vrijwilligers met een groot rood hart. De sporthal is er na vanavond klaar voor om zaterdagmiddag rond 5 uur de sporthal op haar grondvesten te doen trillen. De dag van de waarheid is aangebroken. Rood tegen blauw. IJsselmeervogels tegen Spakenburg. Toeschouwers welke het sportpark betreden kunnen genieten van heerlijke vis. En er kan een souvenir worden gekocht bij de fanshop van IJsselmeervogels. De fanshop die staat hier gewoon elke wedstrijd eigenlijk. Ja, met de derby is het natuurlijk speciaal. We hebben de derby sjaals. En die verkopen we natuurlijk als zoete broodjes. Dat gaat geweldig. Dus de omzet is goed bij de derby. Ondertussen worden op het veld de voorbereidingen getroffen voor de sfeeractie. Grote vraag is wat de supporters, verenigd in de supportersvereniging NAS, dit keer van plan zijn. Wij als NAS, als supportersvereniging van IJsselmeervogels, hebben vandaag het thema de Legends. Dat betekent, we kijken terug naar het verleden, oude helden van toen, oude spelers, ook uit de jaren 60, 70, maar ook naar het heden. Michael Heider, noem maar op. Dat is ons thema voor de sfeeractie. Daar brengen we een kaart vandaag, via allerlei spandoeken, vlaggen, biesvlaggen op het veld. En we willen aan de mensen en sponsoren laten zien van dat NAS niet alleen de toekomst is, maar ook het verleden. Alle grote helden die in het verleden bij IJsselmeervogels gespeeld hebben, laten we vandaag zien. De spelers komen het veld op en gaan zich opwarmen voor de wedstrijd. Supporters verwachten maar één ding, alles of niets. IJsselmeervogels heeft afgetrapt. We zijn begonnen. Ondanks een aantal kansen wisten beide ploegen niet te scoren. Nadat de spelers en supporters elkaar hebben bedankt, gaat iedereen de sporthal in om onder het genot van een drankje na te praten over de wedstrijd. Ja.
De sporthal van IJsselmeer was bleven nog lang gezellig. Dit alles was niet mogelijk zonder de inzet en giften van alle vrijwilligers. Dank jullie wel.